Het cellencomplex op Schiphol-Oost. Verwrongen staal, geblakende muren en uitgebrande cellen. Stille getuigen van een drama waarbij 11 mensen kansloos om het leven kwamen. Opgesloten in hun cel, gestikt in de rook. Had de catastrofale brand die in één cel begon kunnen worden voorkomen? Hadden de levens van de omgekomen celbewoners gespaard kunnen blijven? Heeft de hulpverlening wel goed gewerkt? En voldeed het gebouw wel aan alle eisen? De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert: de dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI, heeft geen specifiek programma van eisen opgesteld voor de vleugels J en K, terwijl die vleugels wel afweken van de overige vleugels. De DJI heeft te weinig aandacht geschonken aan de extra risico's van het opsluiten van mensen in het geval van brand, voor zowel gedetineerden als personeel. De Rijksgebouwendienst heeft zijn verantwoordelijkheid voor een brandveilig gebouw onvoldoende ingevuld. De vleugels J en K voldeden niet aan de eisen van de bouwregelgeving. De Rijksgebouwendienst heeft voorafgaande aan de bouw van de J&K-vleugel onvoldoende gebruik gemaakt van de resultaten van het onderzoek naar een eerdere brand in de C-vleugel. De gemeente Haarlemmermeer heeft de bouwvergunning afgegeven terwijl de vleugels J&K niet voldeden aan de bouwregelgeving. In de brandmeldinstallatie van het complex is op verzoek van DEI een vertraging van 3 minuten ingebouwd. Deze vertraging is niet formeel afgestemd met de brandweer. De vertraging is daardoor door de brandweer niet vertaald in aangepast beleid. Het inbouwen van de vertraging was ook in strijd met de afgegeven bouwvergunning, waarin wordt uitgegaan van een directe automatische doormelding bij brand. Doordat de deur van cel 11 niet werd gesloten, kreeg de brand zuurstof, waardoor hij zich gewoon uitbreidde. De aanwezige hoeveelheid brandbare materialen fungeerde als brandstof, waardoor de brand zich nog verder kon ontwikkelen, eerst binnen en later buiten de cel. Doordat de dakluiken niet werkten, werden rook en warmte niet afgevoerd. Dit heeft de reddingsoperatie van de bewaarders belemmerd en het mede onmogelijk gemaakt alle celdeuren te openen. De schildconstructie van het cellencomplex heeft ervoor gezorgd dat de brand zich via deze ruimte kon uitbreiden naar de andere cellen en naar de gang. Er is onvoldoende rekening gehouden met de risico's bij een brand en hoe het personeel op zo'n calamiteit moet worden voorbereid. Hierdoor was het personeel onvoldoende opgeleid, geïnstrueerd en geoefend om tijdens de brand adequaat te kunnen handelen. De afwezigheid van personeel 's nachts op de J&K-vleugel heeft de reactie op het brandalarm vertraagd. De brandweer was niet op de hoogte gebracht van de actuele situatie op het cellencomplex. Hierdoor had zij problemen om toegang te krijgen tot het complex, met als gevolg een langere opkomsttijd dan de norm. Ook was er geen gezamenlijke oefenervaring met het personeel van het cellencomplex. De brandweer is in strijd met het calamiteitenplan niet goed opgevangen en begeleid door de aanwezige bedrijfshulpverleners. Hierdoor kreeg de brandweer moeilijk toegang tot de brandende vleugel en werden de bluswerkzaamheden vertraagd. Bij aankomst bij de K-vleugel werd de brandweer slecht geïnformeerd over het aantal en de plaats van de nog aanwezige celbewoners. De brandweer heeft tijd verloren met het zoeken naar informatie over de situatie en mogelijk nog aanwezige slachtoffers. De bedrijfshulpverlening was onvoldoende opgeleid, geïnstrueerd en geoefend voor de reddingsoperatie waar zij verantwoordelijk voor was. De bewoners van K zijn in eerste instantie geëvacueerd naar J in plaats van kruislinks naar vleugel A, zoals in het ontruimingsplan staat. Door de evacuatie naar J bleven de bewoners geconfronteerd met de brand, waardoor er onnodig lang sprake was van angstgevoelens. De bewoners werden onvoldoende geïnformeerd over de actuele situatie tijdens de brand en over hun overplaatsing naar andere centra. Er was geen evacuatieplan dat voorziet in overplaatsing van gedetineerden naar andere penitentiaire inrichtingen. Bij de evacuatie naar andere detentiecentra is er te weinig aandacht geweest voor de ademhalingsproblemen van de gedetineerden. De zorgverlening is te afhankelijk gebleven van ad hoc maatregelen. DJI en de locatiedirecteur hadden geen duidelijk zicht op welke celbewoner naar welk detentiecentrum was overgeplaatst. Alles overziend denkt de Raad dat er minder of geen slachtoffers te betreuren waren geweest als de brandveiligheid de juiste aandacht had gekregen van de betrokken instanties.